Daar zijn ze. Na 2 dagen in een onder water gelopen grot zijn de 5 uur vrij. Er zijn nog geen filmpjes van de vrijlating, wel deze foto's. Een vader, moeder, hun volwassen kind en 2 gidsen hadden een uitstapje in een grot. Maar zaterdagmiddag begon het plotseling erg hard te regenen. De toeristen kwamen daardoor vast te zitten in de grot. Het gebeurde in het land Slovenië, in een grottenstelsel van meer dan 8 kilometer lang. Er zijn gangen waar je kunt lopen en ondergrondse meren waar je met een bootje overheen kan. Maar door de vele regen steeg het water in de grot snel. En de 5 mensen konden er niet meer uit. Reddingswerkers gingen de grot in. Ze vonden de toeristen op 2 kilometer van de ingang. Ze konden er alleen niet weg. 2 dagen zaten ze te wachten, hopend dat het water zou zakken, vertelt een reddingswerker. Duikers brachten via het water spullen die de toeristen nodig hadden. En toen zakte het water eindelijk en was het laag genoeg om uit de grot te komen. Dan is za nas lep trenutek da bodo obiskovalci jame ki so ostali ujeti v jami bili danes zvečer na večerji doma. De reddingswerkers zijn trots en de toeristen die zijn lekker naar huis.